dierenopvangen, die krijgen het langzaamaan weer drukker. Ja, aan het begin van deze coronatijd klonk het natuurlijk allemaal heel mooi. Hè? Mensen zaten massaal thuis en dachten, we hebben nu eindelijk tijd voor een hond. Dus er werden ook massaal honden aangeschaft. Niet alleen via fokkers, maar ook de honden werden uit het asiel gehaald. En nu zien ze in de gemeente Amsterdam, daar de dierenopvang, dat er steeds meer verwaarloosde dieren weer binnenkomen. En ja, ook dat komt door corona. Mensen zitten thuis, je kan niet naar buiten, je kan niks, dus de frustratie loopt op. We hebben ook organisaties gesproken dat onderling hè, mensen met elkaar op de vuist gaan of wat dan ook. Maar ja, de dieren zijn daar ook de dupe van. Het kan ook zo zijn dat iemand het gewoon psychisch niet meer aan kan. Want we hebben bijvoorbeeld Joe. En Joe heeft een tijdje aan een verwarmingsbuis vastgebonden gezeten binnen. Omdat die mevrouw ziek werd ook en die kon het allemaal niet meer bolwerken. Ja, vreselijk natuurlijk. Hopen dat onder andere Joe snel een nieuw baasje vindt. En René raadt wel aan, van, zit je met je handen in het haar over je hond? Bel ons dan in ieder geval even op. Zeg niet dat je hem meteen weer terug moet brengen naar het asiel. Maar dan helpen we in ieder geval om te kijken waar we kunnen helpen. Ja, even contact opnemen als het moeilijk wordt. Ja. Hebben jullie huisdieren eigenlijk? Twee katten. Twee katten? Zeker. Hoe heette die? George en Sjaan. George en Sjaan. En jij? Drie honden. Oh, en een coronahondje. Ja, ons lichtpuntje. Ons lichtpuntje. Ja. Maar dat blijft een blijvertje. Die is niet verwaarloosd. Nee, zeker niet. Gaat nee. Goed. Maar die heet ook corona? Of, Nee, Dirk. Dirk. Dirk de coronapup. Onze lieve Dirk. Ah, leuk. Ja, het lichtpuntje, dat heb je wel. Ja.